Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Het was helemaal super. Hartstikke leuke lui werd er wel. Heel goed interview. Hey, klaar ervoor. Ik heb een beetje een vreemde vraag voor jullie. Het gaat namelijk niet over Oosterhout of over iets anders. Het gaat over Amsterdam vandaag. Amsterdam heeft namelijk een afspraak gemaakt met Rome dat ze wekelijks 900 ton afval van Rome naar Amsterdam gaan vervoeren en het dan daar gaan verbranden. En wat vindt u daarvan? Vreemd. Ja. Ja, dat is 900.000 kilo per week afval, omdat ze het in Rome niet kwijt kunnen. Vindt u ervan? Ze hebben hier genoeg capaciteit, dus laten we elkaar maar helpen. Ja, dat is dus een beetje het ding. Oosterhout ook geen strafboete te betalen. Nou, het mooie is, dit kan dus allemaal vanwege de Europese Unie. Hè. De staat hier heeft hier in principe niet zo heel erg veel mee te maken. Maar kunt u het een beetje rijmen met de stikstofproblemen die er in Nederland zijn? Nou, ik hou me er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. Ja. Nou, ik vind dat ze veel te ver doorslaan hier in Nederland. En die boerenpartij die heeft gewoon helemaal gelijk. Ja, nou ja, als ze ermee kunnen verdienen, dan moet dat maar. Hè? 200 euro per 1000 kilo verdienen ze ermee. Zo. Het gaat ongeveer een jaar of 4-5 duren, want in Rome zijn ze aan het praten over een eigen verbrandingsoven. Maar u snapt dat dat niet binnen 4-5 jaar gebeurd is. Maar ik weet niet of er veel uitstoot is hier in Holland ook met dat verbranden. Uitstoot, CO2 of zo. Ja, dat is allemaal in principe wel meegenomen in het verhaal. Maar wat vindt u ervan dat er toch een goede 328 miljoen kilo van afval van Rome naar Nederland verscheept gaat worden? Ja, als ze het eindelijk kwijt kunnen, dan moet het hier gedaan worden. Hè? Tenminste, als het allemaal goed gaat. Nou, ja, ik vind elk land moet toch wel een beetje zijn eigen spulletjes op een gegeven moment opruimen. Niet dan? Hè? En niet dat wij er allemaal voor op moeten draaien, zeg maar, want dat vind ik wel een beetje heel raar. Ja, het is een beetje een verdienmodel, want Rome is niet de enige Europese stad waarmee dat gebeurt. Dus er komen best veel treinladingen vol met afval wekelijks naar Nederland. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, als ze het hier goed kunnen verwerken en er wordt voor betaald. Ja, de een moet de ander helpen, dat zeiden we net, maar... Maar we hebben ook een stikstof. We gaan wel langer werken als wij, als het daarover gaat. Maar ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog een stikstofprobleem. Het is een beetje raar om 900.000 kilo, ik zal het nog eventjes herhalen, per week te verbranden in Amsterdam. Daar wordt wel energie mee opgewekt. Maar voor een linksbolwerk van de Partij van de Arbeid in GroenLinks, toch een beetje vreemd. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik vind het een beetje raar. Maar ze kunnen daar toch ook dan zo'n fabriek bouwen waar ze dat kunnen verwerken? Heb ik goed nieuws voor u? Daar zijn ze over aan het praten. Oh, ja, maar ze kunnen altijd heel lang praten. Nee, het moet er... En er moet er ook nog gebouwd worden. We moeten wat doen, ja. Dus dat betekent dat de eerstkomende 5 jaar ongeveer zo'n 1,5 miljard kilo afval verbrand wordt in Amsterdam. Waarvan de staatssecretaris overigens niet wist of dat afval gescheiden werd of niet. Nou, is dat een voor- of nadeel van de EU? Wat denk je zelf? Nou, een dik nadeel. Je moet ook weten waar je voor kiest om dat te doen. Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag wat ik daarvan vind. Dat ligt er ook aan. Omdat zij het niet kunnen verbranden? Of omdat zij het niet er is geen plek in Rome om het te verbranden. En wij kunnen het wel kwijt. Wij hebben de capaciteit wel. En dan wordt er energie opgewekt voor Amsterdam. Maar ja, aan de andere kant denk ik van ja, een beetje raar tijdens deze stikstofcrisisdagen. Ja, ik weet hier echt heel weinig van. Ik mag hopen dat er goed over nagedacht wordt en dat het daarom een slimme keuze is. Maar ze moeten het niet aan mij vragen of het goed is. Nou, ik heb, nou ze erover beginnen, heb er wel iets van gehoord. En ja, het is een beetje schandalig. Ik denk, we zitten in de EU. Alle landen die moeten recycling doen. En waarom aan Italianen niet? Nou, dat willen ze misschien wel, maar ze hebben de capaciteit niet, heb ik begrepen. En waarschijnlijk het geld niet. Ze willen eerst dat de noordelijke landen wat bijdragen aan hun recyclingcapaciteit. Ja, want Rome is niet de enige stad waarbij dat gebeurt. Er zijn meerdere Europese steden die treinladingen vol afval naar Nederland brengen. Dat is toch niet te rijmen met de stikstofproblematiek die we hebben? Nee, en zeker niet met de vervuiling. Want niet al dat afval, dat zal ordentelijk
verbrand gaan worden. Er blijft altijd wel een hoop rotzooi over en ze verliezen onderweg het nodige. Dus ja, ik vind het schandalig van deze regering. Nou, de regering kan daar dus niet zoveel aan doen. Sterker nog, die hebben hier geen invloed op gehad. Het is echt een deal tussen Amsterdam en Rome. Is misschien een nadeel van de Europese Unie. Wat vindt u van de Europese Unie? Ik ga even naar uw vrouw. Nou, daar zijn we ook niet zo weg van. Nee, het te veel regeltjes. En ik heb het idee dat de noordelijke landen te veel moeten betalen aan de zuidelijke landen. Een vraag over Extinction Rebellion, over Amsterdam of over statiegeld? Doe maar Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, wat vind je daarvan? Ik vind dat vooral met demonstreren tegenwoordig best wel ver uit de hand kan lopen. Ik bedoel, demonstreren helemaal prima, niks tegen. Juist goed dat het gebeurt, maar hou het wel vriendelijk. Want de hoeveelheid dingen wat gewoon kapot worden gemaakt tegenwoordig, dan zeker van, dat is niet nodig, dit is geen demonstreren. Zelf zeggen ze dat ze heel erg vreedzaam zijn en dat ze eigenlijk nooit geweld opzoeken. Ik denk dat het heel erg ligt aan waar de demonstratie voor is, want dat kan nog best wel uiteenlopen. Bijvoorbeeld met de boeren die tegenwoordig heel veel staken. Ik gun ze het allemaal, want ja, ik snap, het is niet fijn om zo benadeeld te worden. Maar om vervolgens snelwegen te gaan blokkeren, dat gaat misschien een beetje ver. Want er zijn heel veel mensen die zijn afhankelijk van de snelwegen. En dat kan best wel voor wat oponthoud stoppen, of zorgen. En kwaad bloed bij sommige mensen zetten. En wat vindt u van Extinction Rebellion? Nou, ik vind het allemaal een goed idee, maar ze moeten niet. Dat is de Utrechtse baan, als je ziet hoe dat, hebben ze pas opgeknapt, geverfd en al die teksten erop. Dat is verschrikkelijk. Wat het allemaal kost, hè? Ik ken de groep. Ik vind ze soms wel aan de heftige kant. Maar in principe waar ze voor staan is natuurlijk goed. Maar ja, ik ben zelf niet zo fanatiek. Nee, je hebt nog nooit gedemonstreerd? Nee, nog nooit. Zou er iets zijn waarvoor je zou willen tegen, waar tegen je zou willen demonstreren? Ja, ik ben niet zo van het demonstreren, moet ik zeggen. Je kunt ook een cursus volgen bij Extinction Rebellion. Ja, want demonstreren kun je leren. Oh, echt? Ja, ik zou bijna zeggen, kijk het even terug op internet. Want dan leer je dus hoe je de leus uit moet spreken. En hoe je je moet gedragen. En wat er gebeurt als je gearresteerd wordt. Ja, daar zit een tactiek achter. Maar is dat niet een beetje vreemd? Ja, dat vind ik wel een beetje ver gaan. Ja. Een soort beroepsdemonstranten. Ja. Ja, nee, want ik heb toch een demonstratie. Je mag met z'n allen laten zien dat je ergens voor staat. Maar het is, er is ook een grens, vind ik. Ja. En wat zijn volgens jullie de voor- en nadelen van de EU? Nou, het nadeel is dat we veel moeten betalen en weinig krijgen. En veel te veel regeltjes opgelegd krijgen. Dus wat mij betreft, zo gauw mogelijk wegwezen daar. Net als die Britten. Dus u bent voor een exit, zeg maar? Ja, zeker. Ja. Maar het gaat in Engeland niet echt per se heel erg lekker sinds de Brexit. Als we nou met gewoon Engeland, Noorwegen, Nederland, Duitsland skippen, nou, dan hebben wij weer een hele mooie Unie en dan gaan ze het in het zuiden lekker uitzoeken. Ja, dat je wel alles samen doet, maar er zijn ook wel eens nadelen, want het klopt niet altijd. Het ene land, ze hebben toch allemaal verschillende regels, dus ja. En wat zijn de nadelen volgens u? De nadelen, ja, dat je overal verschillende prijzen, verschillende regels en ja. Dat is nou juist niet de bedoeling, toch? Nou, juist allemaal hetzelfde worden. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat zal er niet in zitten, denk ik. Het enige positieve wat ik heb gemerkt is dat je niet zo vaak geld hoeft te wisselen tijdens het reizen. Maar het kost gewoon enorm veel geld. En wat mij betreft, nexit. Over afval gesproken, morgen ook geen 1 april grap. Kun je blikjes inleveren voor 15 cent statiegeld? Gaat u dat doen? Dat zal wel moeten, hè? Nou, u kunt ze ook gewoon wegdonderen, het kost alleen 15 cent. Dat vind ik wel zonde, want die flesjes moet ik ook inleveren. Die waterflesjes, dus gaat in één bak. Als het helpt om de rommel van de straat te krijgen, vind ik het prima. Gaan we nog even terug naar Amsterdam, de Wallen. Hoe vaak bent u daar geweest? Moet je dat vragen? Ik ga het even aan uw vrouw vertellen. Ik ben er nog nooit geweest. Nou, u dus ook niet. Nee. Nee, precies. Die moeten misschien verdwijnen. Vindt u daarvan? Ja. Ik heb er wel begrip voor dat het overlast kan veroorzaken. Maar om dat nu op een groot afgelegen terrein onder te brengen,
ook daar zal het weer voor overlast gaan zorgen. En ja, ik denk niet dat het opgelost wordt. Nou, er is ook goed nieuws, want Turkije en Hongarije zijn overstag. En Finland en Zweden, die komen dus bij de Europese Unie. Denkt u dat Poetin daar een beetje wakker van ligt? Nou, ik denk het wel. Ik geloof niet dat je daar wakker van ligt. Het zit hem wel een beetje te wringen volgens mij, denk ik allemaal. Dat dat allemaal zo is, hè, maar op een gegeven moment. Ja, ik heb ook andere ideeën over heel die Poetin, waar wij spreken. Want het is voor mij niet mijn ding. De Wallen, nou we toch in Amsterdam zijn. De Wallen moeten misschien weg, vind je daarvan? Nou, ik zou het niet missen. Maar ja, dat zal het zo dubbelen. Want je weet nooit goed wat voor werkzaamheden erachter zitten en hoe die tot stand komen. Kijk, zijn het mensen die het vrijwillig doen en is het hun werk? Ja, voor mij helemaal prima. Zit er meer onderdrukking achter dan alleen maar goed dat het stopt. Maar ik durf niet te zeggen hoe dat aan de achterkant in elkaar zit. Nou, ik ook niet. Maar het is natuurlijk wel echt, hoort er wel een beetje bij Amsterdam. Wanneer ben je voor het laatst in Amsterdam geweest? Vorige week. Leuk. Ja, ik werk in Amsterdam, dus ik kom er regelmatig. Nou, dat is interessant. Wat is er allemaal veranderd volgens jou de afgelopen 10 jaar in Amsterdam? Sinds dat bijvoorbeeld Femke Halsema burgemeester is. Oh ja, daar weet ik niet zo van. Want ik werk er nou sinds een aantal maanden. Oh. Dus daar ja, voel ik niks van. Nee. Nou, jammer. Ja. Nou, oké. Dankjewel. Ja, je hebt weinig aan mij. Maar dat valt wel mee. Ik ben niet zo goed politiek onderlegd. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...